Weg met kinderarbeid. Op sommige plaatsen op de wereld is er helaas nog kinderarbeid. In India moet een groep arme kinderen werken voor weinig geld. Kijk, ze komen doorwerken allemaal. Stop! De kinderen zijn bang voor de slavendrijvers die hen zal slaan als ze niet doorwerken. Ik kan echt niet meer, alsjeblieft, laat me stoppen. Doorwerken, anders krijgen we een pak slaag. Ik hou het niet meer vol! De toestand in de mijn werd steeds erger. Het was ondraaglijk voor de kinderen. Ze kan het verder niet aan. Doorweg, jij komt van die pak vandaan. Anders krijg je dit slaag van die stok, begrepen? Oh, dit is echt onmenselijk hier. Ik kan het werken niet meer aan. Ik wil naar huis toe. En ik wil gewoon naar school toe kunnen gaan. Oké, het werk zit erop. Mogen we weer op tijd hier zijn, anders krijgen jullie problemen. Krijgen we ook betaald voor vandaag? Ja, kom maar ieder 5 cent bepalen. En met dat kleine geldbedrag konden de kinderen natuurlijk bijna niets kopen. Toch gingen 2 kinderen bij de plaatselijke supermarkt kijken wat ze voor het geld konden kopen. Kunnen we wat voor dit geld kopen? Voor 10 cent? Ik denk het niet hoor. Helaas, alles is duurder dan 10 cent. Kunnen we deze strooptuin niet kopen? We hebben de hele dag gewerkt. En we hebben thuis bijna niks te eten, want we moeten werken in de mijn voor onze ouders. Die hebben zelf geen geld. En we hebben heel erg honger en we willen heel graag wat eten. Dan hou het geld maar. Kies maar iets uit wat jullie lekker vinden. Zullen we voor die mais gaan? Ik vind die maispap thuis ja, lekker. Is goed. Van de verkopers kregen ze een gratis blik met mais. Jullie mogen elke dag terechtkomen. Nou bedankt, hè. De man van de winkel liet het er niet bij zitten en belde iemand op. Hallo? Is dit het Rode Kruis? Bij de 8 kinderen thuis zag het er ook niet al te best uit. Wat moeten we nou? Ik weet het ook niet. Al het geld is weg, de kinderen komen zo thuis. Wat moeten we nu doen? Ik weet het niet, we moeten het wel zeggen. Wat moeten jullie zeggen? Ga maar even zitten. En toen kwam het slechte nieuws van de vader. Ik zal het maar meteen zeggen. Ik ben ontslagen. Wat? Ontslagen? Hoe moet het dan met het geld? Ja, dat is er niet meer. Het geld is op. Kinderen, ik durf het eigenlijk niet te vragen. Wat hebben jullie vandaag verdiend? Het is het enige wat ze hebben verdiend. Ik heb er ook maar 5 cent verdiend, hoor. En dit is ook nog ons laatste water. Drinken jullie het maar op. Drink maar, hoor, kinderen. Het is voor jullie. Dat hebben we toch, lieve kinderen. Het gezin was er kapot van. De dag erna moest er gewoon weer gewerkt worden. Niet alweer, waarom? Haha, we laten ze weer lekker voor ons werken. Ha, en voor weinig geld ook. Dat dacht ik toch niet. Nee, de mensen van de Rode Kruis. Wat is hier aan de hand? Kinderarbeid? Nee, dit is heel eerlijk werk. Of niet, kinderen? Nee, we willen hier weg. Geen zorgen, kinderen, wij komen jullie redden. Want wij zijn van het Rode Kruis. Kom maar mee, kinderen, daar is de nooduitgang. Kom maar, kinderen, kom maar. Kom maar. Terugkomen, jullie werken voor ons, jullie zijn onze slaven. De kinderen gingen er snel vandoor met het Rode Kruis. Ze kwamen aan bij het huis van de president. Beste mensen, waar kan ik jullie mee helpen? Nou, president, deze kinderen worden als slaven behandeld. Dat moet afgelopen zijn, want we leven in een vrij land. Dus president van India, wat gaan we ermee doen? Fijn dat jullie naar mij zijn toegekomen, want ik ben de president van India. Ik pleeg een paar telefoontjes en dan is alles opgelost. Nou, het klinkt goed of niet allemaal. Yeah! Zo gezegd, zo gedaan, pleegde de president een paar telefoontjes. De slavendrijvers zaten uiteraard vast.
en het gezin had weer voldoende te eten. Wat hebben we veel te eten, papa en mama? En papa heeft nog iets te vertellen. Ik heb weer een baan. Yay! En de kinderen mochten gelukkig weer naar school, waar ze thuis hoorden.